Dan ga ik nu Katrien Luijks het woord geven. Die gaat eerst een inleiding verzorgen over eigen regie voor ouderen thuis en in het verpleeghuis. En gaat daarna met Heidi Loos in gesprek. Ik geef jou hier de ruimte en ik verdwijn even uit beeld. Ja, dankjewel. En dan kan jij jezelf verder toelichten. Ja. Dankjewel voor de introductie. Ik ben voorzitter van de academische werkplaats Ouderen bij Transo. Even kijken hoe de... Yes. Ik zal dadelijk een interessante spreker mag ik interviewen. En dat is Heidi Loos, verpleegkundige met een heel veelzijdige ervaring. Dus daar kijk ik naar uit. Maar ik wil eerst wat context geven. Dit wil ik dus doen. Academisch werkplaats inleiden. Onderzoek naar eigen regie. Dat doen we veel. Wil ik ook heel kort aandacht aan besteden. En daarna het interview met Heidi. Academische werkplaats. Het concept is al duidelijk. Hè? U heeft op Transo ingezoomd. Dus dan weet je ondertussen wat academische werkplaatsen zijn. Academische werkplaats ouderen is een samenwerking tussen de universiteit en de ouderenzorgorganisaties, 10 ouderenzorgorganisaties die hier te zien zijn. En samen gaan wij voor wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg. Mensgerichte ouderenzorg is daarbij een heel belangrijk concept. En dat staat ervoor dat ouderen, ook als zij zorg nodig hebben, het leven moeten kunnen blijven leiden waar zij voor kiezen. Dus dat zij niet hun hele leven en hun hele dynamiek om hoeven gooien om zich te plooien naar de zorgverleners die vaak in grote getalen langskomen. Dus dat de belevingswereld van ouderen veel meer centraal komt te staan. Wat de vorige spreker al heel duidelijk ook aan de orde bracht, is dat daar natuurlijk vaak wel ook grenzen aan zitten. Maar leggen we die grenzen niet vaak te smal op en is daar misschien veel meer mogelijk als we daar samen naar kijken? Ander punt is wetenschap in de praktijk. Ik vind het heel belangrijk dat de kennis die we bij de universiteit ontwikkelen, dat die ook echt in de praktijk van betekenis is. Eigenlijk gewoon dat de ouderenzorg daardoor meer mensgericht wordt. Maar dat betekent wel dat we de academische kennis die we ontwikkelen echt moeten vertalen. Hier zie je de cyclus die wij binnen de academische werkplaats volgen. We werken nauw samen met de ouderenzorgpraktijk en van daaruit komen we op vragen die ertoe doen voor de zorgpraktijk. Soms bedenken we ook zelf vragen, maar toetsen dan altijd bij de zorgpraktijk van zijn dit vragen waar jullie, wat voor jullie ook echt relevante vragen zijn, waar je kennis op nodig hebt. Vervolgens starten we dan promotieonderzoek, bijvoorbeeld naar eigen regie van ouderen in de langdurige intramurale zorg. Dat resulteert in een proefschrift. En gedurende dat proces gaan we al aan de slag met die vertaling te maken. En dat doen we in samenwerking met de praktijk. Zowel met ouderen als met zorgverleners, want zij moeten er uiteindelijk mee aan de slag. En daar kom ik dadelijk verder op. Het resultaat van zo'n praktijkvertaling is iets wat geïmplementeerd kan worden. En dat hopen we dan ook dat het op grote schaal in de ouderenzorg gebeurt. En vervolgens kunnen we dat evalueren en levert dat vaak ook weer nieuwe vragen voor promotieonderzoek op. Wij doen veel onderzoek naar eigen regie. Hè. Als je mensgerichte ouderenzorg, als je net hoorde wat ik daaronder versta, dat ligt natuurlijk heel erg dicht aan tegen eigen regie. Het eerste onderzoek kom ik dadelijk uitgebreider op terug. En de andere onderzoeken gaan eigenlijk altijd over een specifiek onderwerp wat heel belangrijk voor ouderen zelf is en waar zij heel graag een keuze voor in hebben. Want het is natuurlijk bij eigenlijk al deze onderwerpen dat het ook voor iedereen anders is. De ene bewoner van een verpleeghuis heeft er meer dan voldoende aan om een rondje in de gang te lopen en een ander wil echt nog de wijk in en misschien wel een dochter die in de buurt woont op kunnen zoeken. En vaak kan dat ook gewoon. Even kijken, ja. Dit is een filmpje dat mag gestart worden en het laat de resultaten van het onderzoek naar eigen regie zien. Yes, ben ik blij met de techniek, dankjewel. Mensgerichte ouderenzorg. Eigen regie in de ouderenzorg is een belangrijk thema.
In de praktijk weten we dat keuzevrijheid en zelfdoen lang niet altijd haalbaar is. Maar om er toch bewust mee bezig te zijn, deden we onderzoek naar waar je op kan letten. Deze zijn vertaald naar 10 tips voor een gezamenlijke blik. Startend met 6 tips vanuit het perspectief van de ouderen. Tip 1. Zelf beslissen en zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Bijvoorbeeld een oudere die bij hulp na het douchen zelf make-up wil aanbrengen of haar eigen sieraden uit wil kiezen. Tip 2. Eigen regie voeren door proactieve beïnvloeding. Denk aan een oudere die aangeeft op bed gewassen te willen worden of dat de shampoo gebruikt moet worden die ze gisteren cadeau kreeg. Tip 3. Eigen regie overdragen aan anderen. Neem een oudere die slechtziend is. Die wil bijvoorbeeld graag zijn boodschappen of kleding aankopen overlaten aan zijn dochter. Tip 4. Eigen regie over het gebruik van de ruimtes om je heen. Sommige bewoners houden de deuren graag zoveel mogelijk dicht, maar anderen juist zoveel mogelijk open, zodat ze voorbijgangers kunnen groeten of aanspreken. Tip 5. Besluiten hoe je eigen leven te leiden. De zorg kan soms voelen als een aaneenschakeling van zorg- en maaltijdmomenten. Maar juist daartussen is voor ouderen ruimte voor eigen invulling. Zoals breien, eten, koken en wel of juist niet naar de bingo gaan. Tip 6. Blijven beslissen over belangrijke zaken in je leven. Ouderen willen vaak zelf kunnen beslissen om naar een verpleeghuis te gaan om familie te ontlasten of wanneer ze wel of niet opgenomen willen worden in het ziekenhuis. Ook als zorgprofessional kun je veel doen om eigen regie te stimuleren. Tip 7. Elke oudere leren kennen als een uniek persoon en inspelen op zijn of haar behoeften. Met de ouderen in gesprek gaan over onderwerpen zoals waar de ouderen vroeger woonde, zijn of haar voormalig beroep of de reden van opname in het verpleeghuis. Tip 8. Ouderen aanmoedigen tot zelfzorg. Bijvoorbeeld door de ouderen te helpen zichzelf te wassen, of weghelpen met bewegingsoefeningen of het ontbijt zelf klaar laten maken. Tip 9. Ouderen stimuleren eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld welke kleren ze willen dragen, of ze langer in bed willen blijven liggen of eerder op te staan, of zelf keuze in wat ze willen eten. Tip 10. Bewustzijn van interacties. Denk aan het inzetten van verbale en non-verbale communicatie om eigen regie te vergroten. Bijvoorbeeld door anekdotes te vertellen, humor te gebruiken of toestemming te vragen om kleding in de was te doen. Zie jij het wanneer een stukje eigen regie binnen handbereik is? Praat erover binnen je team of met de ouderen zelf. Kijk voor meer informatie op mensgerichteouderenzorg.nl. Kan ik niet even de techniek? Ah, yes, dankjewel. Met zo'n filmpje vertalen we dus resultaten van onderzoek heel kort en krachtig. Eigenlijk voor zorgprofessionals en zowel de zorgprofessionals die nu in het verpleeghuis en in de thuiszorg werken als voor studenten. Dit filmpje met daarbij nog extra informatie van de onderzoeker. De onderzoeker is ook verpleegkundige in het verpleeghuis en heeft dus ook die ervaring. Maar heeft ook onderzoek gedaan. En dat was input voor de werkplaats Eigen Regie. Een bijeenkomst op 5 oktober, jongstleden, waar we 100 zorgprofessionals, zowel die werkzame zorgprofessionals als studenten, bij elkaar hebben gezet met de vraag: wat heb je nou als zorgprofessional nodig als je dit weet om daar in de praktijk goed mee om te gaan? De start van de dag was een ervaring met eigen regie. De ene helft van de groep werd in een zaal gezet en die werd gewoon een plaats aangewezen. Gaat u hier maar zitten en ik haal koffie of thee voor u. En de andere groep werd eigenlijk een zaal binnengelaten en die mochten het zelf uitzoeken. En uiteindelijk kwamen die twee groepen ook weer bij elkaar. En dat maakte gelijk dat eigen regie heel erg op het netvlies stond. Nou, vervolgens zijn de onderzoeksresultaten dan gedeeld via dat filmpje en door de onderzoeker toegelicht. En daarna zijn de deelnemers in multidisciplinaire teams, kleine multidisciplinaire teams, bij elkaar gaan zitten om te kijken van wat hebben we nu concreet nodig.
Daar zijn onder leiding van Fontys Pulst is design thinking toegepast. Een creatief proces met verschillende stappen waarin je uiteindelijk tot zogenaamde shitty prototypes komt. En dat zijn eigenlijk oplossingen die gemaakt zijn. Het hoeft er niet heel goed uit te zien, maar wel dat het idee waar het om gaat duidelijk wordt. En die waren, vond ik, zeer de moeite waard. Er zijn uiteindelijk twee winnaars uitgekozen. En die ideeën worden in ieder geval de komende maanden doorontwikkeld. En een enkele van de andere ideeën ook nog. Nou, Heidi Loos was aanwezig bij de werkplaats. En ik ben daarom ook heel blij dat je hier bent. Kom erbij. Dank je wel. Kijk, ja. Want jij was bij de werkplaats aanwezig. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Wat was je ervaring? Ja, wat je net al vertelde, de binnenkomst was al gelijk. Ik zat in de groep die binnenkwam en die gewoon, ga je koffie maar halen. En die andere niet, dus ik werd niet gestuurd. Ik mocht gewoon mijn eigen ding doen en het was heel rustig. En op een gegeven moment hadden we zelfs zoiets van, gaat er nog iets gebeuren? Want je verwacht dan wel wat. Dus toen moesten we naar die andere zaal en toen werden die mensen echt gestoord in hun verhaal. Dus dat was ook echt, dan merk je ook echt van, ik kon gewoon doen wat ik wilde. En die anderen hadden echt het gevoel van, hier wordt gewoon regie voor mij genomen. Dus dat stond inderdaad gelijk, dat was een hele goede ervaring om de dag te beginnen. Mooi. Ja, leuk. En wat heb je tegen je collega's over die dag verteld? Dat het een hele waardevolle dag was. Ik heb er echt heel veel geleerd, ook door mensen uit andere werkvelden te praten over van wat is eigen regie nou eigenlijk. Dat je vaak wel denkt dat je dat doet, maar toch heel sturend bezig kan zijn. Want was die diversiteit groot van wat je hoorde? Hoe eigen regie opgepakt wordt? Toch wel. Ook wel binnen andere werkveld. Ik had ook iemand uit de psychiatrie en die had ook wel zoiets van, maar soms moet je ook echt wel bepalen voor mensen en kun je ze soms ook niet eigen regie geven. Dus dat gaf ook wel discussies van, maar in hoeverre ga jij dan bepalen voor iemand anders? Mooi. Jij zat ook in een groepje wat een prototype heeft ontwikkeld. Kun je daar iets meer over vertellen, wat de bedoeling was? Ja, wij zaten meer vanuit de vraag van de professional en eigen regie. Van hoe geef je iemand eigen regie als professional? Daar zijn we met elkaar in gesprek gegaan van hoe ga je nou je collega zeg maar bewust maken van wat versta jij onder eigen regie en hoe doe je dat dan in de praktijk? Want wat jij ervaart als eigen regie hoeft niet altijd voor die ander eigen regie te zijn. Dus wij hebben eigenlijk wat wij ontwikkeld hebben is een soort moodboard waarin cliënten aan konden geven per dag of ze een eigen regie hadden ervaren of juist niet. Dat waren dan groene en rode bolletjes. En de rode bolletjes was van, ik heb totaal geen regie ervaren. Dus als je dan in die gang loopt en je ziet dat bord helemaal rood worden, dan heb jij als professional zoiets van, hier doen wij iets niet goed. Terwijl je dan misschien wel het gevoel hebt gehad dat je het wel gedaan hebt. Maar dan komt het toch bij die cliënt anders over. En daar en op die manier kun je dan met elkaar in gesprek van, hoe komt het nou dat ze dat niet zo ervaren, terwijl wij het wel zo bedoelen. Dat helder wordt, zeg maar. Ja, dat gewoon zichtbaar wordt zelfs. Ja. Hey, want hier noem je al een spanning, hè, van wat je als zorgprofessional vindt dat eigen regie is en hoe je dat bevordert. Maar hoe de cliënt het beleeft, dat kan een spanningsveld zijn. Kom je meer dilemma's op dit gebied tegen? Over het aangeven van eigen regie bedoel je dan? Dat is sowieso wel lastig soms. We hebben het ook over die onvrijwillige zorg. Daar hebben we dan, daar loop je gewoon in de praktijk wel tegenaan. Je wil mensen heel graag laten doen wat ze zelf willen. Dat proberen wij ook wel. Minste ik dan. Denk ik dat ik dat wel doe. Alleen soms dan wordt het ook onveilig. En dan heb je zoiets van, hier moeten we wel iets mee. Dit kunnen we ook zo niet laten gaan. Dus dan zal je ook inderdaad een grens moeten stellen of een regel. Wat dan weer die onvrijwillige zorg oplevert. Ja. En is het altijd duidelijk wanneer dat moet, waar de grenzen liggen? Nee, ik vind dat is een heel grijs gebied, zeg maar. En ook het van wanneer ga je, wat is dan onvrijwillig? Dat is vaak ook lastig te duiden, zeg maar.
ik weet niet of dat ik een voorbeeld kan. Ja. Laatst hadden wij een cliënt en die is dementerend, woont nog thuis, heel veel hulp van familie. Daardoor lukt het ook allemaal nog en blijft ze eigenlijk dus in haar eigen regie en voert ze het leven zoals zij dat wil. Dus dat is eigenlijk een heel mooie casus. Maar medicatie werd al door ons gegeven, maar lag nog los in een kastje. Op een gegeven moment ging ze toch zelf weer met de medicatie en ja, had ze dat gewoon een aantal keren zeg maar gewoon niet goed of te veel ingenomen. Of, ja, dus dat werd inderdaad een onveilige situatie. Dus op dat moment gaan de medicatie in een medicatiekluisje. Maar ja, dat is onvrijwillige zorg. Dus dan zal mevrouw daar wel mee akkoord moeten gaan van dat we dat gaan doen. En dat geeft dan vaak een soort spanningsveld van in hoeverre is mevrouw dan nog goed genoeg om daar ook echt akkoord voor te geven. En nou, dan betrekken we ook familie daar wel bij van wat vinden jullie ervan. En nou ja, goed, als het dan uiteindelijk door iedereen akkoord bevonden wordt, dan is het, gaat dat kluisje er wel komen omdat het voor de veiligheid van mevrouw is. En is het ook wel, vrijwillig, zeg maar. Maar dat is ook zo'n dilemma. Ja. Maar als ik jou goed hoor, als vraag, is het dan zo dat het best wel even duurt voor iedereen op één lijn daarover zit? Ja. In deze casus had ik dus ook contact gehad met dochter. Ik kwam mijn collega later van, we hebben wel te maken met de wet zorg en dwang, dus dit kan zomaar niet. Dus waar ik weer dacht van, daar heeft mijn collega ook wel weer een punt. Dus dan moet je daar toch even over, wat is dan, waar doe je goed aan? Ja. En is dat vaak een onderwerp van gesprek tussen collega's bij jullie? Het eigen regie en waar doe je goed aan? Ja, toch wel. En ook wel het feit van wat is dan eigen regie? Want wat ik heel belangrijk vind in mijn leven, wil niet zeggen dat dat voor die cliënt zo is. En dat los kunnen laten, zo van wat ik belangrijk vind, doet er nu even niet toe. Maar wat die cliënt wil, dat is dat is vaak ook het punt van discussie in mijn team, zeg maar. Ja. Ja. Heb je daar voorbeelden van? We hebben een meneer en die drinkt graag een borreltje. En dat kan soms ook wel zorgen voor dat hij s'avonds wat minder mobiel is. Collega's die vinden dan moet hij dat borreltje maar niet meer drinken. Maar die meneer doet dat echt al heel zijn leven. Dus waarom zou je dat daarom dan afnemen, zeg maar? Dus wat we daar gedaan hebben, is de situatie van het naar bed gaan is gewoon veilig gemaakt door... door een tillift in huis te halen. Op het moment dat het niet meer gaat, kan die met de tillift naar bed. Waardoor die wel gewoon nog zijn borreltje kan drinken en zijn leven kan leiden zoals hij dat wil. Maar collega's hebben daar dan wel eens wat moeite mee. Wat ik ook wel begrijp, want het is allemaal uit de beste intenties altijd. Dat is eigenlijk altijd, hè, dat het vanuit de beste intenties is. Ja, het is niet dat mijn collega's niet willen of nee, dat is het niet. Nee. Helemaal niet, nee. Je werkt nu in de thuiszorg, hebt ook in het verpleeghuis gewerkt. Ja. En ook met mensen met verstandelijke beperkingen. Zie je daar hele andere vraagstukken naar boven komen? Op het gebied van eigen regie dan? Ja, ik wil zeggen, als het gaat over eigen regie, dan... het grote verschil wat ik vond toen ik de overstap maakte naar de ouderenzorg is... Bij mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb altijd gewerkt met lager niveau mensen. Dus die zijn ook zo heel de leven. En die hebben gewoon die ondersteuning echt wel gewoon nodig. Anders dan functioneren ze ook gewoon niet. In de ouderenzorg vond ik die mensen hebben een heel ander voortraject. Hè? Die hebben gewoon heel leven achter de rug. Terwijl die mensen met een verstandelijke beperking is gewoon altijd zo geweest, zeg maar. Dus dat maakte, dat vond ik vooral in het begin heel... Ik dacht van, weet je. En mensen gingen ook terugpraten en praten over vroeger, hoe het toen was. En dat was voor mij een hele openbaring, zeg maar. Dus aan de andere kant maakte het dat ook wel moeilijker om die onvrijwillige zorg ook toe te passen, denk ik. Dat je weet van, het zijn eigenlijk mensen die gewoon zo in het leven gestaan hebben en hoge functies gehad soms. En denk, wie ben ik dan? Om dan nu te gaan zeggen van, het moet zus of zo. En levert dat wel spanning tussen jou en cliënten op? Of? Nee, het verpleeghuis is dat wel eens voorgekomen. Maar dan was het ook echt een hele onveilige situatie waarin ik echt wel moest handelen. Dus dan kom je in een conflict. En daar ga ik daarna denk ik dan van, heb ik het dan wel goed gedaan? Want eigenlijk wil je iemand ook zo niet boos maken. Dat willen we allemaal niet natuurlijk. Ook als je in de loop van de tijd kijkt, nu staat mensgerichte ouderenzorg, eigen regie, is heel belangrijk in de ouderenzorg.
Is dat altijd al zo geweest? Zie je daar een verschuiving in? Ja, ik denk wel dat we altijd wel geprobeerd hebben. De cliënt staat, heeft altijd wel centraal gestaan. Alleen wat ik nu merk is dat we inderdaad meer ook kijken naar van wie is die persoon nou nu en hoe is die vroeger geweest. Toen ik begon in de ouderenzorg in die instelling voor dementerende mensen, was eigenlijk het vertrekpunt gewoon, ze kwamen binnen en dat was het dan en daarop ging je verder. Waardoor je dan natuurlijk ook niet kijkt van hoe was die iemand vroeger en waar had die behoefte aan ook, wat in het filmpje net ook naar voren kwam. Hè. Dat is dus toch wel heel belangrijk en die verschuiving zie je nu wel langzaam komen. Dat we toch wel heel erg kijken van, naar de levensgeschiedenis van mensen. Ja. En dat je daar ook heel veel aan hebt. Ja, dus je ziet meer de persoon echt achter de cliënt eigenlijk. Als je nu die 10 tips ziet, of die 10 tips die in het filmpje zaten, zijn er waarvan je zegt, nou, daar herken ik helemaal niet. En misschien eentje die er heel erg uitspringt? Of zijn ze allemaal wel dat je denkt, ja, daar kunnen we mee? Ik heb bij heel veel wel, ja, daar kunnen we wat mee. Ja, dus ja, ook gewoon het laten kiezen. Hè. Soms zit het in heel simpele dingen van, wat wil iemand aan? Ik bedoel, je kunt iets uit de kast trekken, maar je kunt ook vragen, van, wat zou u aan willen? Of, kijk, en als we weten ook dat mensen dat niet te veel, want die keuzes kunnen ze dan vaak niet meer maken. Als je dementie hebt, is dat gewoon lastig. Maar gewoon deze jurk of die jurk, bedoel, dat is ook een keuze. Ja. Dat is, ja, soms moet je dat ook aanpassen, denk ik. Ja, mooi. Heb jij in het kader van eigen regie nog dingen zelf dat je denkt van, oh, maar dit wil ik het publiek ook meegeven? Ja, laat de mensen gewoon in de waarde. Dat vind ik altijd zo belangrijk. Zo van, ja, het doet er eigenlijk niet toe wat jij ervan vindt. Maar gewoon, ja, laat de mensen het verhaal doen en haal daaruit wat belangrijk is. En wat nog wel kan. Ook in die eigen regie. Ja. Er kan al zo vaker, als je wat ouder wordt en ook dementerende, kan er al zoveel niet. Dus ja, ga kijken naar wat nog wel kan en waar iemand echt nog wel gelukkig van wordt. Ja. Ik denk een hele mooie afsluiter. Laat mensen in de waarde en kijk wat er wel kan. Ja. Heel kort samengevat. Ja. Dankjewel, Heine. Ja, alsjeblieft.